mensen van Pee Wee Pudding en jullie leuke chillen kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag weer een nieuwe dag en ook de laatste dag. En we gaan vandaag van alles doen, maar het is wel echt kut weer vandaag. Want het regent echt super hard al de hele tijd. En gisteren was het zo'n super mooi weer en nu is er gewoon niks meer van over. Maar in ieder geval, we gaan nu dus even naar de dom en dan gaan we daar gewoon even wat rondlopen en zo. Onder de dom. Dat grapje is nu al zo vaak gemaakt, maar dat ding heet echt de dom. En ja, dan gaan we dus gewoon een beetje rondlopen. We gaan straks nog zipgliden. En... eekhoorntje? Oh, hij is al weg. We gaan aan de andere kant gaan. Waar, aan de andere kant? Misschien. Waar is die? Waar? Nee, die verstapt zich nou. Ik zie hem niet. Ik zie hem hier achter die tak. Wat aan de kant? Zet hij. Oh, daar. Ja, we zien hem hier. Daar zit hij. Hier zit hij goed. Oh, dan gaat hij nog boven. Zet er nog een boven. Oh, nee, het is echt stop. Ja, nou klemt hij helemaal naar boven. Oh, ja. Oh, nu is hij helemaal daar. Oh, dat hij niet van die bomen valt. Ja. Eens kijken, hoort die beest er al? Oh, hoor. Als het goed is, zien we de springen. Dat scheet hij op de kop. Oh. Ja, dat was dus een eekhoorn. Maar we gaan dus vandaag zipgliden. En we gaan nog zwemmen straks, waarschijnlijk. En we gaan bowlen en we gaan van alles doen. Jullie gaan het allemaal zien. Heb je boer Luc? Al die koppen bij je. Nou. Mooi. En ineens moeten ze overal op gaan zitten. Eerst een tractor, dan ik een koe. Wauw. En nu Luc op een... Wauw. Mooi. Nou, we zijn weer in de speelhal en we gaan even poolen. Ja. Ik ga verliezen, want ik schiet altijd meteen de zwarte bal in. Maar dat gaan we even doen. Die dus nu erin krijgen en die niet. Dus wat moet ik doen? Maar ik ga het proberen. Maar ik denk dat ik ga verliezen. Oh. Oké, ik heb de mensen niet de zwarte bal in. Wij hebben dan Luc gaat winnen. Of wij moeten hem missen. Yep, Luc heeft gewonnen. Bam! Bam! Leuk, en dan heb je net de bal van tracht trouwens. En dan ga ik gewoon nog even die doen van lol, want ik toch betaal een shot. Oh my god, ze hebben allemaal nieuwe Funko's. Ze hebben nu ook Vikings hier. Ja, Ragnar Lodbrok. En waar is Rollo? Nee, die staat eronder. Rollo staat hieronder. Kijk, ze hebben ook Rollo. Oh my god. En ze hebben nog een nieuwe van Game of Thrones. En ze hebben nu... Khal Drogo. Cool. Ja, weet je, die zijn hier duurder dan op internet, dus... Ze hebben ook van My Little Pony. Oh, dat vindt Luc leuk. Oh, yeah. Ja, ze hebben ook heel veel Frozen, maar ik heb al 3 van Frozen, dus... Ja, want ik heb niet die kleine, wat Luc nu in pak is. Deze, ja, die heb ik niet, die kleine Anna en Elsa. Maar ik ben in twijfel of ik Arya zou kopen of niet. Ik ben heel veel twijfelen. Of, nee, ik wil geen van Vikings, want ik wil eerst die van... Vikings is vet, maar ik wil die van Game of Thrones zelfs compleet hebben. Oké, okay, na lang denken heb ik besloten dat ik deze ga kopen. Ik ga Arya kopen. Want weet je, als je ze op internet bestelt, zijn ze wel 3, 4 euro goedkoper. Maar als je ze hier koopt, ja, dan heb je ze meteen. Dan hoef je natuurlijk niet te wachten en alles. Dus ik denk dat ik hem gewoon ga kopen. En ja, kijk, ik was daar eerst aan twijfelen, want er zaten er nog 2 andere. Maar van die 3 vind ik Arya toch de leukste. En Joffrey had ik sowieso niet gekocht, dus dan had ik al Khal Drogo gekocht. Maar ik denk dat ik voor Arya ga. Want Arya is fucking cool. Nou, ik heb hier een ijsje en het ziet er super lekker uit. Het zit allemaal fruit in. En Luc heeft me al bijna op, want hij had hem eerder gekregen. En ik moet nog beginnen, want bij ons duurt het echt super lang. Maar je gaat nu lekker eten. En jullie hebben ook een lekker ijsje.
Ja, oma bijna op. Iedereen voelt bijna op. Behalve oma. Oma eet heel langzaam. Maar opa ook. En we gaan weer naar buiten. De regen en paraplu's omhoog met ze op en we gaan weer. Spinnen moeten rennen voor Fred of wat zeg je? Ja. Ik zit hier niet om. Wat is het eekhoorn? Dat is een kamer. Oh, bukjes. Twee keer is hij langzamer. Nu is hij weg. Nee. Oh, hij zit onder die boom. Hoppakee, hij is van naar achteren. Frans. Ja. Die eekhoorn zit onder die boom. Ik weet niet of je het ziet, maar. Spinnen moeten rennen voor Fred. Ja, dat is wel even een woordje stuurs. Eekhoorn! Nee, jij zit ervoor. Dat was dus een eekhoorn, maar ik lig hier een beetje heel erg onhandig. Dus ik kwam niet echt naar voren. Maar ik kom met jullie zaken. Ja, nou is het niet meer leuk. Nee. Kom pakken! Die eekhoorn gaat vrij vermoorden springkaal en spinnen. Die eekhoorn uit je hand. Trok het net voor een uit de handen. Kom dan. Ongelooflijk. Schattig. Hij zit op mijn vinger, man. Hij zit er gewoon. Hij zit op mijn vinger. Gewoon die koolmeisjes hier, die komen gewoon uit de hand eten. Hij zit gewoon op mijn vinger, lekker papagaai, man. Ongelooflijk. Op een heel stalk. Ja. Oh, schattig. Nou, we lopen nu naar het ziplijnen. En we weten niet zeker of je daar mag filmen. Want ik bedoel, als je eraf gaat. We weten het niet zeker, maar we gaan kijken. En als het niet mag, dan filmt mijn vader gewoon van onder. Dat je het dan zo gewoon van onder ziet. Dus, zeg maar. Dus we gaan het zien. Wij gaan ziplijnen. Even we zijn er niet klaar. Is de foto wel klaar? Ja, ik ben aan het filmen. Ah, een film, oké, dan mag die nog even. Voor de vlog, hè? Voor de vlog, ja? Ja, ze hebben een YouTube-kanaal. Oké, dan mag je deze ook eventjes overwachten. Anders doe even handen omhoog. Ja, nu hebben we dichter bij elkaar. Dichter bij elkaar. Zo, daar de hand erin. Ja, nu zeg je wel. Super. Oké, mag deze omhoog. Oh wacht, nee, laat me zitten. Met jou hoeft het niet. Hij is klein genoeg. Dus zo moet ik er tussendoor. Nou ben je ook verder onderdoor. Zo gezien. En dat is. Twee. Niet te strak. Zit goed. Mooi. Bij jou ook. Nou, we zijn helemaal ingepakt, zoals je ziet. En wij gaan dadelijk van die hele hoge toren daar gaan we vanaf springen. 12. Ja, 12 meter. Nou, we hebben al een helm op. Ik ben op de bal. Ik ook. Ik heb echt een dikke kombinhelm. En die dingen zitten echt raar. Bij iedereen zitten die onder de oren, maar mij zitten ze weer op mijn oren. Ik heb weer een mislukte helm op. Nou, ik heb een nieuwe helm gekregen. Nu zitten ze niet meer op mijn oren, nu zitten ze mooi hier. Yeah. Mark die zit in de boot. Ik sta even boven op de toren en duw jullie van de toren af. Ja, dat vind ik best leuk om te zien. Nee, even. Zijn we allemaal gezond? Ja, en, ook de toren, dat is ook al makkelijk. Ja, ook gezond, zakken leeg. Ja, de zakken zijn ook leeg, gelukkig. Oké, wij hebben alles vastgemaakt: de handassen en de zwemvesten. Als iets te strak of te los zit. Of de helm iets niet in mijn bosje. Ja, dan moet je er zelf. Ja, doe maar. Dat is leuk. Ik
te verwerken en te stoffen. Ja, nou, het is zelf schuld. Laat me opwarmen. Nou, alles goed. We zijn terug in het huisje en we zijn nog allemaal kletsnat onder het regenen. Echt super, niet normaal. En ja, dat was dus het zipgliden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, het filmpje. Nu gaan we nog zwemmen en bowlen inderdaad. En dat gaan we allemaal nog doen vandaag. En nu gaan we onderweg naar het zwembad. Nou, we zijn in het zwembad! Yay! En we gaan nu naar buiten. Ja, die damp allemaal. En het regent en zo en ja. Nice, dit is dus het zwembad buiten. Ah ja, hier is een heel klein ijsbadje. En Luc is echt ziek, want hij springt er de hele tijd in. Ga maar eens doen, Luc. Oké. It's got me thinking about us more. It's these bright lights that put me in a daze. And I can't stop to think about the way that you move. Nou, kom op, Luc. Kom met je. Oh, ik voel het tot hier. Is het koud? Lekker. Nee, dat is echt fucking koud. Doe normaal. Wow. Het is echt zo fucking koud. Ik heb er één keer met mijn handen gevoeld en dat vond ik genoeg, want dat is echt erg. Man. Trouwens, als jullie hier zo'n blauw randje aan de zijkant zien, dat komt door het mapje. Dat krijg ik niet helemaal goed.
onder het water. Zwemmen. We zijn ook even langs de supermarkt gegaan om nog wat brood te halen. Ik heb nog even van die gekocht en Luc heeft ook een flashpop.
En jawbreakers, die zijn heel erg lekker. En nu gaan we weer terug naar het huisje. En dan zijn we thuis. En dan krijgen we zometeen spaghetti. Laat eens zien wat je hebt gemaakt. Een pan spaghetti. Wow. Geweldig. Nou, we lopen weer in de dom en we lopen nu naar het bowlen. En dan gaan we gezellig even een uurtje bowlen. Dus let's go. Mooie schoenen aan doen, Luc. Fucking nasty. Ja, weet ik. Het is vies, hè? Ja, het moet. Spuchen. Even de naamjes invullen. Zullen we daar grumpy man van maken? Ja. Ja. Nu is Luc aan de beurt. Rekjes hadden, maar die hebben we nu omlaag gedaan. Omdat het is een beetje saai met rekjes, dat is echt kinderboelen, zeg maar. Maar ja, zeg maar, als ik niet film, gaat het goed en als ik wel film, niet. Dus ik ga maar niet filmen dan. Ik zal het nog een keer proberen, maar... Waarom gaat het altijd fout als iemand filmt? Net ging het gewoon dat het goed. Van 8 of zo en heb ik ze bijna allemaal. En dan film ik wel en heb ik iets van 2 of 3 of zo. Nou, hier is de eindstand. Ik gooide net gewoon een strike hier. Ik kon het zelf niet geloven. En ik ben uiteindelijk 4e geworden van de 6. En ja, Luc is laatste geworden. Want Luc en oma waren heel erg slecht, hè? Ja. Ja. En mama is eerste geworden. In het begin ging heel goed, maar na ging heel slecht. Ja! Yeah. Oh, kijk, en dat doet iedereen eens goed, dat klopt. Nou, dat was het bowlen en dat was best wel leuk. En nu gaan we nog even ergens op drinken of zo. Even kijken wat we gaan doen. Goed dansen! Goed dansen, zeg. Ja. Maar er staat dus altijd zo'n vent op, zo'n, hoe noem je dat, zo'n, hoe heet dat ding nou, hoe heet dat waar die op blaast? Zo'n, weet ik
Ik ben vergeten hoe het heette, maar het is een fluitje, zo wat je net hoorde. En dan zit hij dat een liedje op te fluiten, zeg maar. Dat is een vrouw, hoor. Dat is een vrouw. Oh, het is een vrouw die doet dat. En dan moet ze dus het liedje raden en dan dus staat op een bingo kaart en dan moet ze die wegstrepen, zeg maar. En dan kun je bingo hebben. Alleen, we hebben geen bingo kaarten, dus we kunnen niet meedoen. Dat is niet leuk, want ik vind bingo leuk om te doen. Nou, dat was het weer van vandaag en ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Maar hij is nog niet afgelopen, want morgen gaan we alleen maar nog naar huis. Dus dat wil ik gewoon nog bij deze vlog doen, anders heb je morgen echt zo'n vlog van 2 minuten of zo. En daar heb ik ook geen zin in. Dus ik ga nu, ja, ik heb mijn pyjama al aan, zoals je het misschien ziet. En ik ga nu nog, denk ik, nog even een aflevering van de serie kijken. Misschien nog even iets van een vlog editen of zo. Maar dan moet ik even kijken. En dan ga ik slapen. En dan zie ik jullie morgen. Maar ja, voor jullie is dat over 1 seconde of zo. Dus tot zo. Ja, zeker. En alles ligt in de kofferbakken, we gaan naar huis. Nou, we zitten nu in de auto en we rijden nu van het park af. En ik wilde net ook in het huisje nog vloggen, maar we waren heel druk bezig met alles inpakken en zo. Dus ja, nu zitten we al in de auto en nu gaan we naar huis. Oh, zie ik daar nog de shirt. Heb je dat gezien? Ik ga de sleutel wegbrengen. Man, het gaat zo'n week snel. Ja. Ja. Lijkt wel gisteren toen we hier aankwamen en naar het huisje gingen alles uitpakken. Nu is het alweer voorbij. We zijn er eindelijk na een uur. Simba, hij is op mouwen. Ja, je was gemist. Ja, weet je ook. Hele leuke ding. Moet ik jullie neus hebben om eten op zijn prijs eten? Ik ben het eten, ja. Nou, en dat was dus ons reisje naar Center Parks in 4 vlogs. En ik hoop dat jullie de vlogs leuk vonden. Ik vond het heel erg leuk. En ja, de laatste vlog vond ik toch wel het spectaculairste. Ook al was het echt het kutste weer. Want gisteren was echt gewoon, of ja, voor jullie is het dan nog deze vlog, was het echt gewoon zo'n slecht weer, echt niet normaal. En de dag ervoor was het super goed weer, dus het was eigenlijk gewoon precies het tegenovergestelde. Wat eigenlijk heel erg jammer was, omdat we dat zipglider gingen doen en alles, terwijl het heel erg regende. Maar ja, het was niet anders, want vandaag hadden we het ook niet meer gekund, want we moesten naar huis, want we hebben net boeken gehaald. Nou, we kunnen nog terug. Ja, we kunnen nog terug, maar nee, dank je. En ik heb de zwembadkaartjes al weggegooid. Ach, we hebben de zwembadkaartjes al weggegooid. Maar ja, toch was het leuk. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. Doe dan even een blauw duimpje omhoog als je een leuke vlog vond. Abonneer ook even. En dan was het. Doei!